Oh yeah. Echo actually hum bungee jump. That's what so nice for us. Hum bungee jump. Yo, what? Oh, the cool means that you know. That's what Echo says. I love you. Echo in front of you. Ik kom niet. Jij hebt niet van haar te wees. Je hebt niet nodig om ze zien van haar te wees. Ja. Dus jij is pas om jezelf te wees. Ja. Is dit niet wat die Bijbel voor ons leert? Ja, dit laat mij denken aan jullie andere mensen. Hulle was... Hulle het op die straat gestaan? Ja, ik denk ze. Hulle het zo'n vreemde naam. Zo'n... Fariseers. Fariseers, ja. Wat zijn naam is dit? Hulle wil niet groot klinken. Maar hulle het soos, jy weet lang, soos Soetkalle gesê het, op die hoeken van die strate gestaan en groot gebid. Maar hulle het nie daar gebid om, jy weet, met die Here te praat nie. Hulle het gebid vir die show. Hulle wil aandag op hulle gevestig hê. Kom my Afrikaanse woorde kom nou mooi uit, maar sien ek. Ja. Ek onthou my, daar's eintlik 'n vers wat dit is. Wat dit sê. Daar's so 'n vers. Hier is 'n Bybel convenience. Dit het soos gepop. Ja, dat was convenience een Bijbel wat net daar gesit het. Hey, en dit is op die rechte pad. Ja, waar? Oké, so. Dit is in Matteus 23 vers 27. Nee. Yes. Jelende wacht vir julle, skrifgeleerders en fariseers, daar vreemde mense, huigelaars. Julle is soos wit geverfde grafte, wat van buite mooi lyk, maar daar binnen vol doodsbene en alle rande onsuiverheid is. Wow. Dat is die... Ja, daai, wow. Daai is wil je nog een bandje jump? Nee. Hou. Hallo, wat kom jij vandaan? Van mijn ma af. Ik meen. Jullie staan al zo'n versjes terug in die ogen, die al gegroet. Oh nee. Hallo. Oké. Jullie lees daar wel soort versjes goed in de Bijbel. Maar ja, dit is raar zo. Ons idioom vandaag is, die in gaan kijken bij kruiskietsen.tv. Om daar dan, of kruiskietsen YouTube kanaal. Ja, dan druk je klokje knoppie. Ja, van druk je klokje. Ja, oké. So die idioom van vandaag is nog wel eens anders dan jullie. Dit gaan naar de wit gepleisterde grachten. Jullie is dus wit gepleisterde grachten. Ja, dat gebeurde is, dit, die grafsteen lijkt mooi. Maar, dat binnen is misschien niet altijd zo mooi. Nee. Het is wel gaan, het gaan dit altijd voorgeven. Iets helemaal voor te geven wat jy nie is. Ah, soos die fariseers. Fariseers. Dat is fariseers en sadiseers en skrifgeleerders. Of om te wees soos die cool mense. Ja. En jy sal wees. Het gaan eindelijk daar. So dit is wat gaan. Het gaan altijd voorgeven. Die Bijbel bedoel van die mense dat sy harte verkeerd was. Hulle harte was dus rarig nie raag nie. So hulle het voorgegees het gelees het. Hulle het gaan dit en het hart gedit en gesê, dit is wat belangrijk en ons doen die wette en wadda. Maar hulle sê graag lief vir die Here nie. Dit is ek so hartseer. Potmis. Heeltemal, né? Daar's nog 'n loon vir jou. Hy het die potmis gesit. Moenie op jou ma se pot gaan. Moenie op jou ma se pot gaan soek nie, asseblief. Nee, doen dit. Maar dis ook 'n een met potmis. Hulle het die hele ding gemis. So ja, jy is heeltemal reg, okay? So dit gaan oor as ek sê ek is 'n kind van die Here, ja, dan I must walk the walk and talk the talk. Ja, dit is zo belangrijk. Ik kan niet zeggen, ik ga een kaart toe en daar is ook een kind van de Heere. Nee. Wat maakt jou kind van de Heere? Wat moet je doen? Je moet je? Hart voor de Heere! Ja, dat is heel mooi gedoen. Heel goed. Heb je al gedoen? Ja. Fantastisch. Mooi denk ik, wat? Het is nou goed. Zo, hart voor de Heere gegeven. Oké, so. So in Filippense. Dat al is, as ons sê ons kinders van die Here. So ja. Belangrijk, onthou nou baie mooi. As jy sê jy is 'n kind van die Here, mense kyk vir jou, maats kyk wat jy doen, dan you must walk the walk and talk the talk. Altyd. So, hierso sê hy nou, verder broers en ons ouelike sisters, né? Ja, die broers is nie, Ja. Alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is,
alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prijswaardig is, alles wat deeg of lofwaardig zorg dat ze zorg dat er nog is, daar moet je gefocust is, oké? So dit is het belangrijk. Dit gaat daaroor, je focus op dit wat mooi en raag is. Yes. Dit maakt mij denken dat alles wat goed en raag en waar is. Ja, en goed en raag en waar is. Gelukkig is Nicola vinnig, sy vang baie vinnig op. Dit is nie baie ingewikkeld nie. Ons noem nie wees, dit is daai graagte nie. Ons moet seker noem, dit wat buite wees, moet binne wees. Dit is so belangrijk, en daarom is het belangrijk om Bybel te lees en te bid, dat die verhouding met die Here altyd op daarin is. Altyd. Ek dink nog een vers, wat is dit? Matteus 5 vers 16, ons het nie die volgende. Julle het, maar ons gaan die ander ene doen, en die seuns het die ander ene gedoen, dis al weer ene. En ons praat so baie van dit, maar ons moet, want ons mense het nog nie die Here ken nie. En alle die Here gaan ervaar is deur ons. So kom ons doen, ek dink dis hy vers 5 vers 16, hè? Yes. So Matteus 5 vers 16 sê, laat julle lig so vir die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien, julle Vader in die hemel is verheerlik. So jy verstaan, so groot verantwoordelikheid, hè? Laat julle lig so skyn dat hulle julle goeie werke kan sien, zodat die Here kan verheerlik. Yes. So, dit is je gevolg, dus dat moet gevolg, dus dat gebeur. Yes. Lig skyn, die Here verheerlik. Yes. So, okay, so kom ons sien die ander ene, daar. Okay, nie, light shine. Whoa, let your light shine. Whoa, let your light shine and let Jesus shine through you. Oops. And you. And you. And all of you. And everyone. Ja, okay, so jullie gaan dan daar, hè? Ja. Wat buiten is, moet binnen aangaan. Wat binnen is, buiten aangaan. En dit moet mensen nodig trekken in Jere. Ja. So wie gaan samen met mijn shark kijken? Shark kijken, diving. Oh, yes, shark! Shark! Jij kan het krokodillen doen, weet je? Ja, krokodillen! Ja, nee, ik ga myself, yes.